Welkom. Vandaag enkels en voeten versterken en rekken. Leg alvast een doek klaar. Zit op het puntje van je stoel. Heupen neutraal, buik in, rug lang. Enkels flexie, buig en strek. Leg je linker enkel op je rechterdij. Puntje voet, strek volledig uit. Flex, flex volledig je voet naar je scheen. Bewegingsbereik verbeteren, losmaken en rekken van het enkelgewricht. Strek uit, puntje voet. En flex, de focus ligt op je voet, niet op je tenen. Enkels strekken en buigen. Je volledige voet strekken en buigen. Gebruik je handen voor een diepere stretch. Strek je voet. Rekken van het enkelgewricht en buig. Trek je tenen op naar je scheen. Strek laatste maal. En laat los. Wissel rechter enkel op linkerdij. Strek je volledige voet, inclusief je tenen. Buig, trek op naar je scheen. Herhaal het buigen en strekken van het enkelgewricht. Spieren versterken, stijfheid voorkomen, balans verbeteren. Trek je tenen op naar je scheen. En strek volledig je voet, inclusief de tenen. Spieren versterken. Goed zo. Buig. En strek. Laat los. Ontspan. Pak de doek op. Leg een handdoek, sjaal, vod op de grond. Gebruik je tenen. Pak de doek op en leg hem vervolgens weer terug. Pak op met je andere voet. Herhaal beurtelings rechter en linkervoet. Doek oppakken met je tenen. Dit is een goede oefening voor het sterker maken van je voeten. Pak de doek op en leg het neer. Pak op en leg neer. Herhaal. Pak de doek op, leg neer. Vorm de letters ABC met je voet op de grond, puntje voet, en schrijf de letters A, B en C. Wissel andere voet. Vorm de letters A, B, C met je tenen. Voel hoe je voet tegenwerkt, maar probeer, doe je best. Trek nu je tenen op en schrijf ABC. B en een grote C. Wissel, andere voet. Trek de tenen op en schrijf A, B, C. Door te oefenen krijgt men een fijnere gevoeligheid in de voeten en leert men voetbewegingen te maken. Piano. Maak pianobewegingen met je tenen. Ontspan. Stijfheid opheffen. Goed gedaan. Duimpje op. Dag.